je wat vertellen over de Frozen Shoulder? Nou, de Frozen, bevroren schouder. Je denkt van, wat is er bevroren aan? Is die koud of is die... Het is eigenlijk een ontsteking van je gewrichtskapsel. En dat kunnen ze ook echt zien als ze er bij wijze van in zouden kijken. Het kapsel is echt ontstoken, het is rood, het is geïrriteerd. Dus dat is eigenlijk wat het is. Ontstoken kapsel. De kenmerken zijn, is dat hij eigenlijk super veel pijn doet. Ook 's nachts, je kunt er slecht op liggen. Hij wordt dus steeds stijver, want dat gewrichtskapsel, het raakt ontstoken, het is ook rood en het krimpt eigenlijk als het ware. Dus je kunt de arm steeds minder ver heffen. Dus daar waar je tot hier komt, kom je op een gegeven moment tot hier en zo wordt het steeds minder ver. En ook al doe je super hard je best, je kan er niet doorheen bewegen. Dus die kenmerken zijn veel pijn, beperkte mobiliteit en... Waarbij komt het ook wel voor, is dat meestal tussen je 40ste en je 60ste voorkomt. En als we dan weer kijken van ja, hoe komt dat? Nou, leeftijd lijkt er dus aan gebonden. Het kan zomaar ontstaan. Het kan ook zijn dat het ontstaat door een andere oorzaak. Want mensen bijvoorbeeld met de diabetes, de suikerziekte, schildklierproblemen, hart- en vaataandoeningen, Dupuytren en mensen met Parkinson. En als je een trauma gehad hebt, dus een val of je hebt een operatie gehad, die mensen staan ook weer meer bloot aan het krijgen van de frozen shoulder. Dus in die zin hebben we de primaire frozen shoulder en de secundaire frozen shoulder. Dus ja, hoe komt dat? Het kan dus zomaar ook ontstaan. En dan ja, er zijn wel wat gedachten gaan over en we hopen daar natuurlijk binnen een paar jaar wat meer over te weten. Maar goed, hè, is het misschien in het metabool systeem, leeftijd, hormonaal. Maar goed, er zijn er ideeën over en het is allemaal nog niet helemaal duidelijk. Behalve is dat we weten van met die ziektes die ik net opnoemde, daarbij komt het meer voor. Hoe lang duurt het? Er zijn drie fases. Je hebt de freezing phase, dat betekent de bevroorfase, hij wordt steeds stijver. Die kan enkele weken tot wel oplopen naar 9 maanden. Dat is ook echt de meest pijnlijke fase. Advies, denk niet, ik moet er doorheen buffelen. Absoluut niet doen, krijg je alleen maar meer ontsteking en meer irritatie. No go. De volgende fase is de frozen phase. Dat is hij bevroren. Kan ook weer zo'n 4 tot 9 maanden duren. Dan ben je al lang opgelucht, want de heftigste pijn is eigenlijk eraf. Ja, hij is stijf. Maar je bent zo super blij dat die heftige pijn klaar is. En dan komt de laatste fase, de thawing phase, dus de dooifase, is dat die ook langzamerhand weer soepel wordt. Nou, hoe kom je er vanaf? Eigenlijk in die fase 2, wanneer die stijf is en met de pijn minder op de voorgrond staat, dan kan je weer wat gaan bewegen en weer een beetje gaan opzoeken van die mobiliteit. En in fase 3. Dan ga je echt weer nog meer impulsen geven in de zin van oefenen, kracht vormen, om hem weer lekker soepel te krijgen. En hoe je nog meer het kunt managen is in de eerste fase echt adequate pijndemping. Zeer belangrijk, kun je met je huisarts overleggen of met de orthopeed. Hebben mensen echt heel veel pijn en ja, redden ze niet, dan wil een injectie in het gewricht ook echt super goed helpen. Dus dat zijn de opties die wij hier ook bespreken. Dus een injectie, adequate pijnmedicatie. Soms is het ook gewoon fijn om het gebied eromheen eens gemasseerd te hebben. Maar goed, die laatste dingen zijn vaak, dat is in het kortdurend prettig, maar het neemt de oorzaak niet weg. En dat is met medicatie natuurlijk ook zo. Ik moet zeggen, die injectie die je dan kunt krijgen via de huisarts of de orthopeed, dat werkt wel vaak echt langer en beter. Maar je kunt er ook zo vanaf komen, want ze noemen het een self-limiting disease. Dus het is iets wat uiteindelijk zelf overgaat. Dus ja, er zijn mensen die dit gewoon zonder hulp doorstaan. Er zijn mensen die hiervoor naar de orthopeed toe gaan. Het is net hoe heftig het bij jou is en ook hoe heftig je het zelf ervaart of je daar de hulp voor opzoekt. Wij helpen je in ieder geval heel graag bij. En heb je er vragen over, stel ze gerust, dan kunnen we even contact op met je nemen. En wie weet weer een mooi verhaal voor een volgende vlog om andere mensen ook weer mee te leren hierover. Oké, doei!